Lo-Fi Club moet blijven, of u dat wil of niet. Goedemorgen, vrienden en andersdenkenden. Welkom in het exclusieve clubgebouw van de Lo-Fi Club in het gedenkwaardige Nergenshuizen. Onze privédetective, Harlock Sloms, waar u binnenkort meer van hoort, heeft persoonlijk een onderzoek ingesteld bij diverse zendamateurs. Hij vond er enkele die high-power plannen hadden, onder andere met een 4X150A op 2 meter te komen. Aan hen is het volgende supersonisch gedicht opgedragen. Hier is In Holland staat een buis. Een amateur op 2, die was niet meer tevreden met luttele 50 watt. Hij vond het echt niet zat. En iedereen zei thuis, in Holland staat een buis. De vorm, die is wat raar. Maar dat is geen bezwaar. Een blower houdt hem koel. Dat scheelt een heleboel. En iedereen zegt thuis, in Holland staat een buis. Een kringcoaxiaal herbergt de buis centraal. En ieder fluistert, dat is meer dan 1000 watt. En weer zegt ieder kuis, in Holland staat een buis. De old man schakelde in. Groot vuurwerk was het begin. En met een schril gefluit vloog buislief door de ruit. Toen sprak dan ieder kuis, in Holland stond een buis. Wees dus niet langer blind. Bezint eer ge begint. Zeg eerlijk, 50 watt, dat is toch immers zat. Stamp hem dus maar tot gruis, die kilowattse buis. Tot zover, vrienden en andersdenkenden, in Holland staat een buis. In het bekende Lo-Fi-gids vindt u deze week een bouwbeschrijving van een tweelamps ruimtevaartuig en een wasmiddel voor zonnevlekken. Abonneert u nu snel op de Lo-Fi-gids, de enige betrouwbare wegwijzer naar een onzekere toekomst. Als u zich nu opgeeft, krijgt u de nog resterende nummers van dit jaar gratis. Een gestempelde postzegel is voldoende. Opsturen naar de Lo-Fi Club, Dorpstraat 1, Nergenshuizen. Wij besluiten weer met onze slagzin. Heeft u lof of kritiek, zeg het ons. Heeft u geen lof, zeg het uw groenteman. En heeft u geen groenteman, luister dan naar de volgende Lo-Fi Club. Thank you.